Heer Beyrol, commandant van het Vuurkoninkrijk. De meest gevreesde heerser van de Vijf Rijken. Ja, ik weet best wie ik ben. Maar stel jij jezelf maar eens voor aan het Hof van het Vuur. Ik ben Tinderkloak, meesterspion. Maar, mijn heer, ik word liever aangesproken met mijn codenaam. Nou? Ik passeer even om de spanning op te bouwen. Vuurspion! Vuurspion? Wat? Daar heb ik echt lang over nagedacht. Oké. Kaboom! Luister goed, spiongast! Vuurspion. Het zal wel. Jij moet ons helpen om de verdedigingsplannen van Navalmore te stelen. Als we hun zwakke plek kennen, dan kunnen we ze uitschakelen. Dat wordt een klapper! een klapper? Omdat vuur zeg maar ons ding is? Zie je iemand lachen, Kaboom? Nee, mijn heer. Dan zal ik nu ons team introduceren. Dit is Piralia, meesteres van de vlam. Als je ons verraadt, dan leg ik je het vuur aan de schenen. En Lucifex, de demonenridder. Ik ben gek op dingen vernietigen. Maar ik heb ook andere hobby's, zoals koken. En de profetie dan? Zodra we Novelmore vermorzelen, zal de profetie vernietigd zijn. De andere koninkrijken gaat ten onder. En dan zal heer Beyrol eindelijk kunnen heersen over de Vijf Rijken. Ben je nou klaar? Ja. Zodra we Novelmore vermorzelen? Ach, laat maar wat Kaboom zei. Ik zal niet falen, mijn heer. Dat hoop ik voor je, vuurspion. Gefeliciteerd, heren. Jullie zijn verslagen door een trainingdummy. En nu zal ik, Prins Arwin, erfgenaam van de troon, laten zien hoe het moet. Dat is niet zomaar een dummy. Dario da Vinci, de uitvinder van het kasteel, heeft hem een upgrade gegeven. Aha. Dus daarom kon ik hem niet verslaan. Hij is onverslaanbaar. Ik kan hem wel verslaan. Dat is erg dapper van u, mevrouw. Maar ik denk niet dat een meisje... De naam is Gwen. Zonder dit tandwiel valt hij gewoon uit elkaar. Wat is hier allemaal aan de hand? Koning John! Dit soort oorlogsspelletjes zijn een directe overtreding van het bevel van de koning. En dit meisje is hier zonder toestemming. De naam is Gwyn. En ik wist niet dat ik hier toestemming nodig had om een meisje te zijn. Vader, ik weet dat Novelmore een vredig koninkrijk is. Maar we moeten op alles voorbereid zijn. Denk je echt dat we aangevallen gaan worden door wat dit dan ook mag zijn? Dat is toevallig een trainingdummy, uitgevonden door... Dario da Vinci, sire. Blijkbaar slaat de da Vinci-genialiteit een generatie over. Al deze verschrikking weg en gooi hem in de koninklijke vuilnisbak. Natuurlijk. Geef me één momentje. Heb je hulp nodig? Nee, het lukt me wel.
Armin, de profetie van de vijf pilaren is alles wat we nodig hebben om ons te beschermen. Maar vader... Scribbles, kan jij het hem uitleggen? Er staat geschreven... vijf zullen staan of allen gaan ten onder. Elk koninkrijk, ieder het zijn. En wat betekent dat precies? Dat Novelmore niet naar de buitenwereld kijkt en zorgt voor haar burgers. Mooi. Is er toch nog hoop voor? Oh, dat is niet goed. Oh, maakt u zich geen zorgen, sire. Ik heb u opgevangen. Uwe majesteit, het spijt me enorm. Genoeg. Da Vinci, gooi die dummy bij het afval. Armin, stuur de troepen weg en stuur dat meisje... Gwyn. Naar huis. Oh, rustig maar, uwe majesteit. Uw koninklijke Bips is nu denk ik wel toe aan een bad. Troepen, ingerukt. Prins Arwen! Generaal McGriffin? Iemand heeft mijn collectie van oorlogsspelletjesbeeldjes gestolen. Behalve luitenant Biggles. Ze hebben alles meegenomen. Zelfs het speciale papier wat om ze heen zat. Speciaal papier? Oh ja. Weet je, ik omwikkel mijn beeldjes altijd met de geheime verdedigingsplannen van de stad. Waarom zou je ze omwikkelen met de geheime verdedigingsplannen van de stad? Anders krijgen ze het koud. Ah, ik ga meteen naar de koning. Oh, maar je overdrijft, mijn zoon. De verdedigingsplannen stellen niets voor, mijn zoon. Ik verbied je om hier onderzoek naar te doen, mijn zoon. Dus ik ga dat ook niet doen, maar de gemaskerde ridder wel. Mijn vader zal me hoe dan ook serieus nemen. Zelfs als ik daarvoor iemand anders moet zijn. Wie is de beste kleine wolf? Ja, jij. Oom Bran, ben even weg. Oh. Gwyn Greystone. Ga je er in de nacht op uit om je te bewijzen als krijger, omdat we leven in een maatschappij die rollen toekent aan mannen en vrouwen die alleen dienen om ons patriarchaat in stand te houden? Nou, eigenlijk ja. Mooi. Veel plezier met het kasteel bestormen. Als het erg was dat de verdedigingsplannen van de stad zijn gestolen, zou de koning er echt wel wat aan doen. Hij zou zich niet verschuilen achter een profetie, omdat hij dat altijd al heeft gedaan. Oh nee. Tja, dit lijkt me een klusje voor iemand die heldhaftiger is dan ik. Ik ben gewoon Dario. Dario da Vinci. De laatste van de da Vinci-familie. Wiens geniale uitvindingen de ruggengraat waren voor de groei en rijkdom van Novelmore. Ja, ik kan dit best! Stil, meid. Straks wordt generaal McGriffin wakker. Stukjes van de plannen achtergelaten door de dief? Hier, meid. Ga hun spoor zoeken. Er komt iemand aan! Dario's logboek. Ik ben in generaal McGriffin's kantoor om de plaats delict te bestuderen. Ik verspreid dat pyroniumpoeder en schakel over op ultraviolet. Laars afdrukken en zo te zien geen laarzen van het leger. De raadsels stapelen zich op. Oh, er komt iemand aan! Ik gebruik mijn vaardigheden om de dief op te sporen. Ik ga iedereen redden en onthullen dat ik de gemaskerde ridder ben. Het volk zal dol op mij zijn en ik zal eindelijk respect krijgen van mijn vader. Dat wordt een makkie. Oh, rode klei uit het noorden. Tannine met een vleugje bosbessen. Op naar de oorlogstafel, waar gevochten wordt. Ik ben hier niet alleen. Achteruit, gemaskerde man! Doe me geen pijn, daar kan ik niet tegen. Dario da Vinci? Prins Arwen? Meisje van vanmorgen? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ik heet Gwyn. Ben jij de dief? Ben jij de dief? Hé, jongens, luister eens even. Ik ben sowieso niet de dief en hoef dus echt niet de gevangenis in. Dat is precies wat een dief zou zeggen. Inderdaad, ja. Laten we hier even over nadenken. We kunnen niet allemaal de dief zijn. Nee, toch? Er komt iemand aan! Mannen, ik heb jullie uit de opslag gehaald om jullie kameraden te vervangen.
infanterie, naar achteren. Mooie, mooie ponies. Ik bedoel, cavalerie, naar voren. Ja hoor, dit gaat nog de hele nacht duren. Ik kan hem verlammen met een zenuwknijpaanval. Dat kan niet. We mogen hier niet eens zijn. Wat zeg je, luitenant Biggles? Moet ik mijn kanon halen? Haha, een stikkend idee. Wat is uw bevel, mijn meester? Oh, dat is een vuurkristal. Hij is betoverd. Pulpje, ontmoet ons op de gebruikelijke plek. Daar zul je verdere instructies ontvangen. Ik kom er zo aan. Eerst wat melk en koekjes. Nee, chef, of nee. Oké, dan kom ik nu. Ik ga achter hem aan. Dat kan niet. Degene die hij gaat ontmoeten heeft vast de plannen gestolen. Dit is onze enige kans. Oké, nou zo te horen hebben jullie alles onder controle. Het zou wel fijn zijn om een Da Vinci aan mijn zijde te hebben. Met die magische uitvindingen van je. Die heb ik niet nodig. Oh, weet je wat? Ik ook niet. Ik zal Novelmore gaan redden. Ik zal Novelmore gaan redden. En ik ga weer terug naar bed. Ik bedoel, ik zal Novelmore gaan redden?